Gilius van Bergijk kennen we vooral als componist van elektronische muziek en conceptuele stukken. In zijn muziek is deconstructie een belangrijk uitgangspunt. Ups and Downs voor harmonium is een heel bijzondere compositie vanwege de speeltechniek die Van Bergijk voorschrijft in dit werk. De componist wilde wijd uiteenliggende harmonieën laten klinken die met twee handen onspeelbaar zijn. De harmoniumspeler gebruikt daarom speciaal vervaardigde lode blokjes om de toetsen te bedienen. Het levert een magisch klankpatroon op. Ups and Downs werd speciaal geschreven op verzoek van Dirk Luymens, die het vandaag op het podium van de Wilmersbergzaal zal uitvoeren op een Frans drukwindharmonium van Mustel uit 1878.